kan niet gewoon het slip, ja? Ik hoorde niks. Ja, dit is wat een rood lijken of een snoepje. Ga de vis, jongen. Ja, ik heb het al niet gehoord. Wat is dit? Het blijft wel diep, hè? Komt hier aan, een snoekbaars. Snoekbaars? Hoe kan er nou boven 9 meter en een ding meter? Ding om de 2 meter. Een snoekbaarsje. Oh, het is toch het is geen kleine. Ja, een mooi visje. Nee, is niet een schone vis. Schone vis. Dat had ik niet verwacht. Dat had ik niet verwacht. Goed, man. Yeah. Mooi snoekbaars. Yes, lekker. Lekker, happa. Goed zo, dat even een nul af. Kijk. Nou, nummer 2 is een feit. Ja. Dat je binnenkomt. Dat voelt even raar. Ah, de kleine valt toch mee. Kijk. Oh. Dat is mooi smaak. Dat was weer een haakje in de vinger.nl. Hey, goedemorgen jongens en meisjes. Welkom bij een aflevering van... We zitten weer op water. Yay! Is lang geleden, jongen. Ja, heel lang geleden. Hij is veel te lang niet meer samen geweest. Dat is echt... Echt heel lang geleden. Ik weet niet precies wanneer de laatste keer was, maar... Wanneer was de laatste keer? De Maas. Met een dichte mist. Ja, met die auto had het koud, ja. Ja, ga je wel. Godverdomme, dat had ik toen koud. Gaat je pak aan, hè? Ik heb nu een dik pak aan. Ik heb een vest, een trui en een t-shirt. Ik denk, dat gaat me niet meer gebeuren als de vorige keer. Maar goed, we gaan een beetje trollen. Beetje, ja, we beginnen met mij. Fireball, een beetje werp, een beetje verticaal, eigenlijk van alles, hè? Ja, zoals jullie van ons gewend zijn. Want, ja, als ze trollen niet doen, doen we iets anders, hè? Ja, als ze trollen niet pakken, dan gaan we gewoon verticaal. En als ze dat doen, dan gaan we weer wat anders proberen. Ja, ik heb voor ons bij. Fireballen. Oh, laat even zien, ja. Voor ons bij. Ja, zelf gevangen, hè? Ja, ze zijn nog een beetje hard, meneer Van Dooyen. Fireballen. Ja. Diepvries voor ons. Ja. En eens kijken of we snoek kunnen pakken. Misschien een meerval nog, dat is een paar keer geleden. Ja, ik had vorige week nog een losser. Meervallen zitten tegenwoordig overal. Ja. Dat wordt echt een plaag, jongen. Ik denk dat we eerst dags nog maar meer snoeken vangen dan meervallen. Andersom. Meer vallen dan snoeken. Zo. Ja, het is nog vroeg. Meer minder vallen dan meer snoeken. Ja, we gaan vissen. We gaan vissen, jongens. En een ik moet nog een bekje koffie pakken. Goh, ik heb er wel zin in. Lekker slapen vannacht, jongen. Ja, ik ben benieuwd wat ze doen vandaag. Wat gaan we iets vangen? We gaan het meemaken. Ah, vangen altijd weg. We vangen altijd op. Daarom, komt goed. We gaan vissen. Yes. Ja, mooi blijven lijkt het wel. Kijk, jongens. Zo. Ja. Of ik doe met een lijn. Lijn. Ja, rof blij. Dat is mooi. Ja, dat had ik wel even uit. Oh, en allebei de handen zitten erin. Oh. Pas op, jongen. Ja. Oh, volgens mij is die van jou los, of niet? Nee. Haha. Hey. We hebben 3 soorten. Ja. 3 vissen, 3 soorten. Tangetje. Ja. Ik heb nog in mijn vinger hangen. Ja. Maar dat gaat toch wel gebeuren als je begint te pakken van nou. Ja. Je moet ook uit elkaar halen. Hier kunnen we even voor de video houden. Nou, hou maar even voor de video. Kijk, hou maar even voor de video. Ja. Mooi visje. Lekker, yes. Kom eens, roodvleesspecialist. Ik ben een roodvleesspecialist vandaag, ja. Domme jongen, mijn haai erop. Echt wel. Die groter, denk ik. Nou. Hij komt wel snel deze kant op. Ja, en dan ben ik een auto. Komt heel snel deze kant op. Dat is er allemaal. Zet zat. Ja. Ja, die is groter. Snoek. Een snoekje? 4 soorten. Ja, 4 soorten, ja, die gaan we niet kennen. Laat ik het zo wel aan. Parkeer hem? Ja. 4 soorten, Tom. Wat een domme jongen. Ja, 4 soorten. 4 vissen, 4 soorten. 4 vissen, 4 soorten. Goed. Is het goed in? Ja, het lijkt ergens kaal blijven. Nee. Hier. Even minder spanning. Ja, dat kan ook. Nog wat foto of wil je voor de camera houden zelf? Even voor de camera, hou je maar voor de camera. Ja, een dikke buik wel al, hè? Een beetje. Ik. Beetje wel dik, maar. Hey, mooi, mooi visje. Ja, 4 soorten. Hoppa. Hey, lekker maat. Hey, gaat lekker. Nou, het is ongelooflijk. We hebben nog geen 4 meter gevaren en het is 4 meter gevaren en we hebben weer de roofblijen knallen hier door een oppervlakte heen, ja. Niet normaal. Echt niet normaal. Dit is geen rooglijn, dit is een baars, denk ik. Een baars, hè? Ja, dit is niet veel. Dit is vis.
Een baas. Kop schudden, hè? Ja, kop schudden, ja. Weer aan de nieuwe kleur. Laat hem niet eraf gaan, hè? Ja, ik heb hem gezien. Weer aan de nieuwe kleur van Salmo. Ja. Ze zijn goed gretig vandaag. Nou, dat is een dikke. Een dikke, ja. Mooi een dertiger. Oh, een dertiger, ja. Nee, lekker. Ik kan nog net bij, ik kan hem nog net vatten. Ja. Netjes, jongen. Ja, super. Oh, mijn wilde. Ja, ik zie je, mooi. Ja, mooi visje. Ja. Gaat weer een vis, jongen. Ja, daar heb je volgens mij weer een baasje aan. Een baasje? Ja, volgens mij wel weer. Dat was een goede aanbeteling, hij heeft volgens mij niet heel groot. Een kleine baas? Ja. Ja, dat is alweer 25, denk ik. Dat is ook vis. Vis. Ik ga vandaag wel een grote aas proberen. Dat is even niet knal, ik kom op. Ja, dit is niet groot. Ah, het vis. De arm een beetje wat harder. Als de vis. Oh, nou. Zo'n mooie. Ja, zeker. Schoon visje. Dat moet je allemaal maken. Ja, allemaal een beetje even groter. Dan kan ik ook weer vervangen aan een nieuwe kleur van salmon. Salmon, moet je de tang hebben? Net in het lipje. Ja, maar er niet meer afgegaan. Nee. Hoppa. Ja, laat me even kijken. Niet zo heel groot. Mensen thuis, wow, vis. Hoppa. Zo, we zijn even aan het fireballen. En ik ben nog een beetje in het verticale. Kijken of we nog een snoepbaasje kunnen pakken dadelijk. En ja, we hebben er wat voerhands aan zitten. We waren nu wel een beetje ontdooid. Nou, even kijken. Maar, het is echt de wind stil. Het stroomt ook wel weer nu. Volgens mij of niet? Ja, weinig. Ja, weinig. Ja. Wind is een beetje door aan die kant wel. Ja. Maar waar nou liggen, waar het niet. Ja. Ja. So we shall see. Nou, ik zal even laten zien hoe ik een fireballetje maak. Een fireball van 30 gram. Die zijn was pro. Ik wil je even Tom het in kan zoomen. Ja, ik zal zo laten zien. 30 gram van Spro, doe ik vuurlijke bon aan, 0,95 als stingertje en dan haakmaatje 1 van Gabagatsu, triple 13B is dat dacht ik, met een Spro spikesje, want ik douw altijd het pinneke in de zijkant van de vis, zodat de haak vrij hangt. Dit is voor kleine aardvis, wilde, grotere aardvis, horsmakrelen, grote voorhands, noem maar op. Dan heb ik, doe ik er 2 haken aan, ja, deze ook een vrij korte wel. Maar dan heb je meer inhakingskans, want met zo'n grote voeren heb je wel even werk. Het is in 30 gram, in 40 gram, 50 gram en 25 gram. Maar 25 gram vind ik persoonlijk te licht, want die kan ik niet in het transducer houden. In mijn kegel. Ik twijfel. En? Is geen vis, hè? Ja, wel, hij heeft hem. Ja? Hij heeft hem. Slam aan. Ja, hij is voor jou. Hij hangt, hè? Hij is voor jou. Ja, kom maar. Kijk eens bij je opgaan bellen. Oh. Hier, kom op. Slam. Slam op. Ja. Ja, hij hangt. Oeh, dat is een goeie. Goeie, houd je aan, man. Kijk die bellen. Kijk. Een snoek, jongen. Ja, een mooie. 90. Oeh, 80. Wow, die is wild, jongen. Shit, twee minuten stemmen om knop. Ik heb hem op ankerfunctie staan. Wegbouwen bij de motor, hè. Lekker, toch? Zo, die gaat. Ja, ze zijn sterk, jongen. Zo, die gaat. Ja, probeer niet te wijken. Nee, nee. Hij is dan niet zo heel groot, hoor. Oeh, een power heeft hij. Power is groter dan we denken, denk ik. Oh. Zo. Oh. Wat een power 80, denk ik, ja. Ja, dat houdt wel. Laat hem maar even uitrazen. Wow, ja, een power. Goed vast. Hij is toch groot, toch? Want voor een snoek trekt hij toch wel hard. Ja, zie je. Dat is geen kleine. Ja, Tom. Ja, een dikke snoek, jongen. Kijk eens. Zo, een mooie maat. Ja. Hey,
Dat is wel even lekker, hè? Even lekker. De eerste snoek die ik vang op deze hengel. Kom, schep. Kunnen we misschien ook zo pakken, of niet? Ja. Ja, hij hangt maar in één redje. Dat kan maar niet riskeren, hij moet in één redje. Hè? Ja, hij moet... Houd maar strak, hoor. Ja. Mee het tangetje van hem. Oh, hou strak. Ik heb een beet, hou strak. Ja. Ik heb beet. Heb je beet? Ja. Wat, ik heb beet. Nee. Dat is je dobber. Nee. Hoppa. Hij heeft hem los. Hey. Top, hè? Dikke vis, Tom. Dikkevis.nl. Hij heeft hem los. Dat is jammer. De kop zo draaien. Andere kant. Ja, zo. Hey, kijk naar die vis. Hallo jongens, dat was even actie net. Op de voren. Tadaam, een klapper. Of ja, klapper. We zagen eigenlijk niet heel goed dat hij beet had. Pakte hem langzaam weg. Jurgen zag hem en een hele flauwe beet eigenlijk. En we zijn hier in Drillen en gegeven moment hier... Zijn hengel ook helemaal krom. Maar ja, goed, we hadden die snoek voor mij. Waar waren we mee bezig? En mijn had ik niet. Die zeg, pak jij jouw hengel maar. Dan heb ik die snoek eruit gepakt. Maar die, die was helaas los. Ja. Maar ja, goed, dat maakt niet uit. We zijn lang blij dat we een mooie snoek... Mooie dikke negentiger. Ja, heel mooi. Heel wild, heel sterk. En een power in. Ik denk dat er veel zuurstof in het water zit vandaag zo, want die ging echt hard. Ja, een blikje energy drank of jongen. Ja jongen, ja, daar even Red Bull achter kiezen. Oh, verdom, hij was echt sterk. Motherfucker. Ja. Dus dat is lang geleden, dus voelt wel goed moet ik zeggen. Echt lekker even trekken met dat ding. Mooi tikken. Dus tik hem aan. Ja, zitten we en de eerste vis aan zijn nieuwe engel, hè? En mijn eerste vis aan mijn nieuwe engel. Dus die is ook ontmaakt. Maar die was al ontmaakt door Jurgen. Ik heb er vorige week al een mooie mee gevangen, ja. Nou ja, goed. Desalniettemin. Vis is vis. En twee, dan zie je ze dat ze al een beetje bij elkaar gaan liggen, want we krijgen allebei beter gelijk. Ja, liggen echt bij elkaar, ja. Dus nu wordt het kouder. Het water is nu 13 graden, denk ik. Ja, 13,7. 13,7. Ja. Dan kruipen ze toch wat naar elkaar toe. Ja. Voor de warmte en voor de gezelligheid. En nu... Gaan we kijken. Of we dachten we proberen het 10:30, maar dan denk ik dat gaan we weer trollen, maar... Ja, dat is dan nou. Ik ben blij dat, dat we weer wat actie hebben gehad. Nou, we mogen niet klagen eigenlijk vandaag, het gaat best lekker. We hebben 8 vissen gehad. 8 vissen. Een mooie dikke snoek erbij. 4 soorten. We moeten eigenlijk alleen nog meer vallen, we hebben 5 soorten vandaag. Ja, ik vind straks denk ik zo'n baars vissen, een mooie 50er baars is ook mooi, hoor. Ja, een mooie 50er baars is ook echt mooi, ja. Prachtig. Echt mooi. Mooie vissen. Wat is je PR, Bas? 48, net die van jou. Oh ja, voor mij ook. Allebei 48. Niet dezelfde vis. Die van mij was op het Veluwe meer toen. En de mijne hier? Nee, joh, hier. Nou, we gaan het zien. Nou, ik... Wegse koffie. Wegse koffie pakken. Jongens, ik ga lekker. Oh, de mijne gaat op. De mijne gaat op. Hier. Oei, die schotter. Ja, die schotter. Hij is in ieder geval sterk. Kom op, hè. Hier op hoe engel letten. Focus. Ja, je moet even focussen met de camera. Nee. Kijk, dat is het mooie van die ankerfunctie. Die mijn koord is nu gewoon zelf aan het sturen, zodat wij altijd op dezelfde plek blijven liggen. En we hoeven dus geen zorgen te maken dat we tegen de kant aan drijven of dat andere boten in de weg zitten. Of dan blijft gewoon binnen een meter van de plek, geloof ik, blijft die liggen. Vette shit daar. Kijk, een sigaret weer sturen. Stuurt weer. Allemaal op de GPS. Nou, dit is mijn shed in dit geval, of fireball, nou ik er een shed aan hangen. Dan hoop ik dat we daar een steiger krijgen te zien. Dan kunnen jullie dat mooi op beeld zien hoe dat werkt. Moeten we gewoon stil houden. We hebben net al een distuk 3-4 steigers gehad. Maar ze zijn voorzichtig nou. Zonneken is gaan schijnen. Er liggen rotsen op de grond. Ja, en er ligt snoek gewoon op de grond. Het is wachten tot er ergens in aan de bovenkant. Nou, vanmorgen gingen ze er wel op voor en nu blijven ze er allemaal bij hangen. Dus ik ga kijken of ik erin kan triggeren. Ik ga even terug over dezelfde stukje van net. Kijk, dit is mijn shed. Ik trek mijn shed omhoog. Ik kan hem helemaal blijven volgen. Perfect werkt dat, hè. Ik heb hem ongeveer een meter boven de grond.
obstakel op de grond. Dan moet je in de snoek omhoog komen eigenlijk. Net heel tijd, hè, Tom. Mm-hmm. Ik zeg gewoon even filmen, dan kunnen de mensen er zien. Maar nou even nog niks. Ik zal hem even iets hoger hangen. Kilometer per uur komen nou. Kijk, dat is een vis. Die komt niet omhoog. Versturen. Die komt wel omhoog. Dat is een vis. Ja, dat is een vis. Maar hij komt ook niet omhoog. Hij gaat weer liggen, zie je? Ja. Zie je dat hij hier weer naar beneden gaat? Ja, maar we hebben daar nog wel een duidelijker signaal. Dat moet. Nou hangt er iets onder. Iets... Maar dat is niks. Dat is... Kleins. Als het echt een meerval is, wordt die streep echt bijna een centimeter dik. Knijtergroen. Even omhoog lachen. Kijk, die wel, die komt. Kijk, die komt. Zie je? Ik laat mijn shed zakken. Komt die aan. Nou hangt die bij mijn shed. Ik weet niet of het duidelijk is voor de mensen thuis. Jawel. Geel wordt hij nou. Hij blijft eronder hangen. Onder ligt er nog eentje. Hij gaat liggen. Hij komt weer omhoog. Kijk, hij komt terug. Dan ga ik hem een slag naar boven geven. En hoop dat hij volgt. Nee, die volgt niet. Kijk, die is weer op de grond tussen die andere gaan liggen. Ja, dat is allemaal scholen brassen. Komt weer iets aan. Ja, Tom, kijk. Nou, hier komen de... Hier moet geen liggen. Heel simpel. Ga ik boven de aasvis hangen. 3,5 meter hangt je nou. Kijk, door op 4, dat is een goeie. Dat is een goeie. Die gaat nou liggen. Ik kan hem eigenlijk moeten laten hangen. Zo werkt in ieder geval het spel, hè? Met een shed of met een fireball, blijft hetzelfde. Je moet hem in een kegel hangen. Dus ik gebruik altijd, kijk, komt die groene aan, Tom. Kijk. Dat is een goede vis. Hij gaat liggen. Die andere blijft hangen. Oh, zo mooi zijn als je even vlug buiten. Je moet wel een 30 gram fireball hebben minimaal, want 25 is te licht en dan houdt hem niet in uw scherm. Dus daar is eigenlijk in het kort hoe wij altijd vissen. Ik neem wat anker. Ja, zit je gewoon rustig, hè? Schip en boten, hè? En mee scheppen, hè? Ja. Kom op. Yes. Hoe zit hij? Oh, daar. En op zijn hoofd zit hij nog. Ja, nou wel. Yes. Ah, wat een mooie, hè? Hey. Mooie vis. Goed, oké. Ja. Even kijken. Alles goed. Ja. Even open. Links of rechts? Links. Hij is heel wild, de maat. Ja. Ik heb hem. Hou vast, hè. Waar zit de knieën? Ik moet even mijn hand afwegen. Heel mooie kleur, hè? Mooie vis. Nou, wij kunnen wel vis samen. Zeker. Hij is dik. Hij is dik, ja. Lekker de maat van mijn terug. Weer een dikke 90. Heel dikke. Ja. 90 plus weer. Dan gaat hij weer. Hoppa. Dan twee beste punten. Hop, daar gaat hij. Hoppa. Lekker, jongen. Hij gaat lekker. Ja, vervoertje weer aan nieuwe. Als je, ik heb een grotere bijs niet hebben, maat. Hè? Nee, dat is goed. Een beetje recht buigen. Ja, hij is een beetje bevroren nog. Onder is een buik in. Ja, daar. Hop. En die andere die zet maar bij zijn start. Of aan de andere kant kan ook. Hij is langzaam, het stinger. Ja, die is langzaam. Door, ja. Ergens. Dan begon ik even hier op en neer. Hè. Hoppa. Hoppa, gaan we weer. Lekker, jongen. Hij hangt er nog bij. We zien hem hier komen, hè, Tom. Hier vat je hem. En hij laat hem los. Maar hij hangt er nog steeds bij. Ik val gewoon door. Ik ga nog niet slaan, want hij... Kijk. Hij hangt eronder. Ja. Hij hangt eronder, kom op. Laat het er meer wel zijn. Hij hangt er nog steeds bij. Hij vat hem niet. Jou is het vis, gitbeet. Gitbeet. Hij moet los. Niet slaan. Ja, ik heb hem. Op de voren. Dat is een goeie. Dat is een goeie.
Even op anker, hè? Ja, zijn nog. Dat is de grootste van mijn dag, ja. Oké. Opnemen ben. Snoepbaas! Snoepbaas! Op de voren! Hij had nog bij me, man. Ja, ja, hou die man in de gaten, want die gaat de klap daar. Wel een snoepbaas, man! Godverdomme, Tom! Oh, ik sta helemaal te bibberen, jongen. Tering! Op de... Ik werk hier in een klapper, hier, jongen, met een fireballengel en ik vat hem niet. God, man, is u. Ik hier in een monster, snoepbaas. Ja. Hij buist. Ja, hou die van jongen in de gaten. Op camera. Ja. Even rollen geven. Godverdomme, ik zit kijk de pleuris op de snoepbaas, man. Hij hangt er nog bij hier achter, man. Hij hangt er nog bij, kijk maar. Ja, ja. Zie, komt hij aan, komt hij aan. Ja. Kijk hier. Alleen bij een echte amateur is het .nl. Kijk of erin. Kijk de dikke buik. Oh. Ja, dat is wel mijn PR, denk ik. Ja, jongen, sowieso de dikste ooit. Dikker als die wij hebben gevangen op dingen. Ja. Oh, Tom. Oh, man. Op die voren, hè. Die liet de mensen thuis net zien, hè. Oh, en de vis, hoor. Goh. Bij de klauw over de andere kant. Hij is puntgaaf. Ja. Daar kunnen we wel een mooie kibbeling van maken. Ja. Jongen, wij zijn alles net zo terug, hè. Kun je 10 man kibbeling van maken, deze. Goh, man, knetter. Gooi. Achteren. Ja, daar is hij. Er zit ik wat met die verticale hengel te kutten. Kreeg gewoon geen beet op, hè? Andere kant. Ja. Zo. En een keer schudden dat je zeker mag gaan. Niet. En een beetje vrolijk kijken, maat, hè? Ja, ik kijk altijd vrolijk. Hé, maat. Ja, dat is een mooie. Lekker, hè? Ja. God, mijn rug, hè? Prachtig, maat. Lekker. Hoppakee. Ja. Doet hij even. Doet hij even. Zo, het is nu, hoe laat is het? 2:30 of zo? 2:30. Ja. 2:30. We hebben ook een heel rondje rond de plas gedaan met wat salmo's en haka's getrold. Ja. Eén baas nog gevangen, maar de baas is niet thuis vandaag. Nee. En, een beetje overlegd, wat gaan we dan doen? Hè? Gaan we dan met grote kunstaars slepen of gaan we nog met fireballs? Of, we liggen nu weer met fireballs. En ik heb er weer een voren aan. Jurgen heeft er een dikke shed aan. Ik ben pelagisch aan het vissen. Hij is pelagisch aan het vissen, die heeft zijn ding in de kegel. In de kegel. Ik gok het op een meerval. Ja, nou komt er iets te doen. Ik gok het op een meerval. Ja, die gokt op een meerval. Grote meerval shirt eraan. Dus ja, hij hangt erbij, Tom. Kijk eens. Kijk. Ja. Oh, dat moet je wel eigenlijk zien, hè? Ja, dat hangt er een beetje bij de shirt. Nou, denken de mensen thuis, ze liggen te lullen, maar het is echt gewoon. Ja, nee, er ligt er eentje precies ter hoogte van je shirt. Ik kijk wel liggen. En hij gaat ook wel liggen. Ja, wacht. Kijk, dan word ik machtig. Nou, hij komt terug. Ja, hij hangt erbij. Als je hem daar aan hebt, dan hebben we. Een live bait, kunnen jullie zien mensen dat je. En een dikke vis. Hij kreeg je net zelfs tekst ook aan de klapper, hè? Van die voren. Ja. Hij hangt er gewoon bij. Ja, die hangen er allemaal bij. Maar het is vaak kijken en niet kopen. Nee, een snoek. Dat is een bittere, Tom, die nou komt. Kijk. Oh. Er komt een. Het wordt nu helemaal rood op de dieptemeter. Dat moet groen zijn. Een grote octopus. Ach, van die lange armen. Nou, we gaan nu dwars door de scholen brassen heen. Hier ligt gigantisch veel brassen hier. Ja. We zien ze ook gewoon, het is hier 6,3 meter diep, maar we zien ze gewoon ook in de oppervlakte gaan draaien, springen. Ja, het is veel activiteit. Kijk, hier komt een hele dikke vis aan. Dom. Er is heel veel activiteit hier. Ja. En, nou, ik heb nog altijd, ja. Je hebt er nog wel vertrouwen in, nou, hè? Nou, ik heb altijd vertrouwen. Ik geef nooit op, Tom, hè. Ja, ik geef nooit op. Ik ook niet. Niet gauw. Kijk, je hebt zelf ook de hele dag niet honger, hè. Je moet eten als je honger hebt. Ja. En dat is met een snoek ook, bijtperiodes. Nou, we hebben ze ook allemaal heel kort achter elkaar gevangen naar de vissen. Ja. Ik denk 2 uurtjes tijd. Ja. En dan valt het altijd even stil. Maar straks gaan ze weer aan, een minuut 4. 100%. Ik heb met vissen misschien twee keer opgegeven. Dat was allebei de keren toen ik op zee was, het vissen op zijn boot. Ja, je wordt ziek. Ik voel van mijn botten uitgekotst, jongen. Gewoon. Maar we hebben nog nooit geblankt, hè. Nee. In zes jaar tijd nog nooit geblankt. Nee. Wel 1 keer 1 baarsje gevangen. Ja, maar niet geblankt. Maar niet, dus niet geblankt. Maar toen was het hoogwater, overstromingen. Er was overstromingen geweest en stond het water 2 meter hoger. Was zo bruin als diarree. Ja, dat was helemaal niks. 1 baarsje hadden toen, ja. Maar vandaar, vanochtend ging goed. Het zou mooi zijn als ik hier even een vis opvang. Het zou mooi even een live aanbeet zo. Ja. Oh, een zeemermin of zo. Ik vis mijn zekhengel. Zek!
Had ik nog nooit van gehoord van de mensen. Nee, even laten zien. Nou, laat maar even kijken. De mensen thuis, ja. Het is meer van hengel. Kijk, ja, ik vis met een zek, een V-stick. Zek. Zek, zek en de vloedjes. Zo'n 250 gram. En dan Westin. Wat is dit? Ik weet niet. Twinties? Twinties volgens mij. Met een, met een 80 gram loodkoper aan. 80 gram loodkoper. En een ownerhaak. Schiet je iemand mee kapot. Een grote, dikke ownerhaak. En daar moeten we meer wallen op gaan leveren. Die zeggen dat je voor meer wallen, ik weet niet hoe het is, maar dat je daar... Schets moet hebben met een V-staart, niet met een schoepstaart. Ja, dat werkt beter, zeggen ze. Ja. Hebben ze mensen uitgemaakt? Ja, mij ik ook. Heb er helemaal geen verstand van, Tom, hè? Nee, goed niet. Ik heb alleen maar verstand van snoeken van, hè? Een beetje, een klein beetje. Ik heb pas twee keer in de meerval, ja, twee keer in de meerval gevangen. Eén keer toen met jou over de baas. Op de Maas. Ja, de Maas heb ik erin gevangen. En toen hier eentje van 1,50 meter. En mijn men, nog dat kleintje onder de brug hier. Oh, ja, die had jij. Ja, ja. Die had jij toen. En toen heb ik nog een... drie gevangen in een half uur een keer. Meer vallen zitten overal. Nou, ik heb hier les een keer gericht op gevist met pieren en een lood. Dat heb ik in een beet gehad, samen met Freek. Nee, helemaal niet. Ja. En vorige week heb ik hier een pieren ook nog in een keer dat ik voelde dat die knibbelde. Maar shit gaat bitter. Ja. Ja, dat is goedkoper, want die pieren zijn ook duur. Ja. 9 euro de bak. Ja, daar. Voilà. Dat is er 30 in. Ja. Die hang je alle 30 paal, denk ik. Nee, 15. 15 aan een. Ik heb nog 3 bakken thuis als je een keer wilt. Oh, kunnen we wel een keer doen, ja. Maar ja, trollen levert niks op. We gaan nou even een uurtje proberen. Met een fireball nog. Ja. En staan ik van me trollen met grote roodjes. Maar anders doen ze altijd wel goed. Of ja. Trouwens. We gaan het mee maken. Ja.